We gaan naar Rotterdam, waar de controleurs van openbaar vervoersbedrijf RET controleren op zwartrijden. Mede door hun inzet is het percentage zwartrijders de laatste jaren in Rotterdam van 12% gezakt naar onder de 3%. Je bent niet tot antwoorden verplicht, maar qua verweer neerzetten van ik kreeg geen kaart. Ik krijg maar twee kaarten mee. De ene kaart is de chipkaart, de andere kaart is de bekeuring. Twee uur geldig, hè? Jo. De controleurs van de RET hebben alle excuses van zwartrijders inmiddels wel gehoord. De standaard smoes die bij ons vaak gebruikt worden is, wij zijn pas ingestapt in de vorige halte. Of ik zit klaar met mijn geld, ik wil net een kaartje kopen. Dat zijn meestal wel de gebruikte smoesen. Dankjewel. Maar deze kaart is maar voor één persoon. Al doe je het 10 keer, blijft het nog voor één persoon. Dus ik neem aan dat u geen vervoersbewijs hebt dan? Nee. Daar staat wel een bekeuring op. De bekeuring is 38,50. Okay. Wilt u gelijk betalen? Mag bij ons ook pinnen. Dit is mijn fault, not our fault. En mijn vrouw heeft geen vervoerbewijs. Ja, maar het is mijn fault. Ik wist het niet, want ik kom net hier aan. Daarom zei ik, heb je kaart? Dus ja, daarom. Ik dacht, ik kan 2 keer in te checken en out te checken. Daarom moet ik het zelf. Ja, maar dat kan niet. Het is een persoonsgebonden kaart, dus een persoonsgebonden kaart kan alleen u op reizen. En als u 2 keer incheckt, dan had u nu ook op een check-out gestaan. Ja, 2 keer out. Nee, u staat op een overstap. Maar goed. De vrouw reist zonder vervoerbewijs. En daar staat de bekeuring op. De bekeuring is 38,50. Contant betalen? Zwartrijders krijgen een boete van 38,50. Deze kan meteen afgerekend worden bij de controleurs. Op de volgende metro is alweer een zwartrijder in de kraag gevat. Controleur Mike hoort zijn verhaal nog aan, maar het klinkt niet best. Dat je uitgecheckt staat op de Maashaven. Zo, maar ik kom net dat het vandaan komt. En ik ben al ingecheckt. Nee, je bent uitgecheckt. Uitgecheckt, meen je nou? Maar hoe vaak ben ik dan niet ingecheckt? Maar ik moet hier uitstappen. Ja, je moet er heel veel blijven. Ik ga even een bekeuring voor je uitschrijven. Heb jij die bij je? Zo, wel dan nog. Maar ik word hier aanwezig. Ja, ik krijg mijn kaartje mee, kan je gewoon weer mee terug. Meen je dat nou? Ja. Nou, kijk, toch mee. Kunnen we uitstappen. Ja. Ja, dan kunnen we uitstappen. Ik zie mijn collega ineens buiten staan. Als je dadelijk beneden bent, krijg je een vinautomaat. Staat een raadpleeg over een chipkaart. Dan kan je een bonnetje uitprinten, ja, daar staat alles op. Nee, je hebt uitgecheckt. Uitgecheckt, oké, maar heeft hij niet geweigerd? Heeft hij geweigerd? Ja, een paar stond dat verder. En mijn gelden, hoeveel staat er nog op? Dan is dat foutje, ben ik te vroeg. Ik ben met de lift hier van naar boven gegaan. Want er was een storing. Bij de Zuidplein ben ik ook uitgecheckt. Je hebt 15,93 euro. Ja, nou, bij de Zuidplein ben ik ook geweest. Heb boodschappen gedaan. Daar heb ik ook in en uitgecheckt. Om te ontstaan. Ja, dat kunt u dan zien. Mag ik even uw ID? Postcode? Ja, dat komt zo. Ga ik even uitleggen. Als je deze beneden in de automaat legt, kan je een lijst uitbrengen. Ja, maar maar ik ben al 4, 5 keer in de maar als je uitpraten, dan kan ik het verhaal afmaken. Dan weet je dat je niet moet reageren. Ja, maar we staan nou op de goede perron. Ja, maar luister, als je die uitrij maakt, dan staat precies op wat je gereisd hebt en wat er niet gereisd is. En dan kan je precies zien waar het fout gegaan is. En als het eventueel echt fout is, stuur je dat lijstje naar mij op en dan halen we de bekeuring er gewoon uit. Ja, minimaal, maar, dat doet zeker. Proberen, maar ik weet wel dat je bent nu niet ingecheckt, dus daar kan je verder ook niet zo heel veel van maken. Maar waar het ergens fout gegaan is, kan je daar vinden. Nou, maar hoe doe ik dat dan? Nu krijg ik wel een bekeuring van jou. Ja, want je bent niet ingecheckt. Ja, maar ik heb al 3 keer in en uitgecheckt. Ja, doe je dat 27 keer als ik jou tegenkom? Ja, dat is het. Maar er stond genoeg op. Dus dat is zelf 15,75. Maar als je genoeg op je rekening hebt staan, moet je bij de Albert Heijn ook gewoon betalen, of niet? Ja, maar logisch. Ja, dus, en dat heb je nu niet gedaan. Controleur Mike is onverbiddelijk. En de man, die heeft geen tekst meer. Hij krijgt een boete van 38,50 euro.